Niemand zal kunnen zeggen dat Anna in Artis geen bek meer opendoet over haar somber nijlpaardenverblijf. Maar ze laat zich nu toch geruststellen. Sedert ze in september een baby heeft gekregen die nog erg veel onder water is en maar af en toe zijn neusgaten laat zien, is de toestand zo nijpend geworden dat een ander nijlpaard in blijde verwachting naar Blijdorp in Rotterdam zal moeten om daar te bevallen. Want dat moet onder water geschieden. Maar het nieuwe nijlpaardenhuis in Artis schiet nu op. En dat krijgt veel licht en een modern interieur. Men zal hier de nijlpaarden ook door grote ruiten onder water kunnen aanschouwen in een passende entourage van andere dieren. Het beroemde aquarium van Artis is nu geheel gemoderniseerd en betoverender dan ooit. Deze inktvis neemt een prominente plaats in de prachtige nieuwe collectie. Centraal in het nieuwe aquarium is het enorme bassin voor zeevissen met 60.000 liter water. Bijzonder indrukwekkend zijn hier de slanke luipaardhaaien uit de stille oceaan, die rusteloos tussen de andere vissen doorschuiven. Sierlijk zijn ook de bewegingen van de pijlstaartrog met zijn giftige staart. De rode poon brengt kleur in het geweldige aquarium en hij trekt de blikken van de bezoekers in het halfduister tot zich. Met hun altijd wat amechtige bewegingen banen ook zeeschildpadden zich onverstoorbaar een weg tussen de anderen door. Een nieuwe verschijning is de zeer zeldzame steurgarnaal uit de omgeving van Ceylon. Een hoogtepunt van schoonheid wordt bereikt in de bak met koraalvissen en koralen. En bepaald grandioos is tussen hen de machtige keizervis, die heel vroeger zijn naamgevers al imponeerde. Schitterend is de levendige oranje lipvis, die een lengte van 1 meter kan bereiken. Prachtige verschieten openen de nieuw ingerichte aquaria, waarin als een bijzondere verschijning de oranje vijlvis met zijn roestkleurige tinten, die leeft van algen en sponsen. Zeer sterk de aandacht trekt hier ook de fascinerende paardenkopvis, die zich met 2 stekels aan de staart tegen aanvallers kan verdedigen. Het aquarium van Artis is in zijn nieuwe gedaante een oase van schoonheid en sfeer geworden.